Het is gewoon zo, als je rond die Demi zit en het gaat van start en je hebt een goede coureur, ja, dan hier, het gaat zo bloedverziekend hard. Dan denk je bij jezelf, nou, er zijn er twee bezig. En dan trek je hem echt wel, dat je denkt, nou, ruimte houden. En elke keer waarschuwen ook in de kleedkamer, dat we zeggen van, want in wezen als jouw zoon op dat lijstje staat, Robert. Als jouw zoon op het lijstje erbij staat, ja, dan zit iedereen zo. Nou, als je die loopt, dan kun je lachen. Dan weet je dat je niet meer naar de kapper hoeft. Ja. 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 S'avonds moeten ze godverdomme die baan repareren, daar zit er een heel spoor in. Tussenstand van de Whites, dat is allemaal goed gegaan. Ja? Ja. Dat is goed gelukkig zo. Goed gepraat, jongens. Oké. Okay. Dus we blijven gewoon... Maar ze zitten er niet meer, hè, vanavond. We blijven gewoon koffie drinken bij Van der Valk. En voor de rest niet anders. We moeten eerst even de vlog instarten, want dat is natuurlijk alweer belangrijk. Ja, precies. Hey, dag 5. Hop. Dit vinden we zo'n item. Ik ken het werelds vinden met die gasten. En dat is leuk, joh. We praten gewoon lekker Rotterdams. En we vinden ook het handje voor de mond hebben we ook niet. Dus dat is ook lekker. Dus ja, gisteren leuke dag weer geweest. Wel gigantisch druk op de tribune, is ook leuk. Viel mij ook op. Ja. Nu ook. Tweede ringetje is ook weer open, dus dat gaat ook weer vol zitten. Dus dat is leuk. Nou, dus de Rotterdamse driehoek gaat er even van start vandaag. En ja, ik was natuurlijk vanmorgen al lekker bezig, want ik gaf Guidootje even een belletje. Ik zeg, pikke baas, kom, we gaan even fietsen. Dus maar ja, het was wel een beetje... Het was niet koud, echt super koud, weer, maar koud. Het was wel even lekker. Ik heb het nog steeds lekker. Ijskoud. En ik heb het ook toen ik thuis kwam, ik een kwartier onder de warme douche gestaan. Maar ik heb het nog steeds ijskoud. Ja, dat was echt lekker, man. Dat was heerlijk. Lekker. Nee, ik ben blij dat ik mee ben geweest. Het was echt helemaal top. Zit er niks in, Gijs? Nee? Hoezo drink je er wat in dan? Ja, een zoetje, man. Ja, laat maar gaan. Moet ik even een zoetje halen? Ja, één zoetje. Schiet op. Het is ook wel goed dat je die Danny wedstrijd wint. Wat hij ervan? Ja, die man. Hij heeft een rondje zo gereden. Ja, heel veel verder dan. Kan het niet? Ja. Al die gasten zonder dat we tegen elkaar. Kan hij toch niet doen, man? En helemaal onder, heet je zo. Tering, weet je hoe hard het ging? Op een gegeven moment, de 8 minuten ging erop. Zo, we gaan eventjes even een oude werknemer van me opzoeken. Kijken of hij er is, mijn grote grabbertje. Kijken of we hem even kunnen vinden. Hij zegt, ik zit bij de trap. Eens even kijken. Bij de trap. Ja, ik zie hem. Luister. Die heeft gewoon 35 jaar bij me in de keuken gewerkt. Dat is echt mijn grote grabber. Echt mijn grote grabber. Ik heb hier zijn broertje. Hallo jongen, dat is echt een wielerfan. Ja, we krijgen hier kijken. Luister goed. Dit is mijn grabber, Arlindo. 35 jaar, gewoon alleen maar salades maken. Hè? En wat zongen we dan? Hoe was dat liedje ook weer? It's Christmas time. En Salomon. Hey, maar even zonder dollen. Hey, mis je me nou een beetje, oude Pik? Ja, dat denk ik weet hoor. Elke morgen had ik lekker alles voor je getreld. Keukentje klaar, raampje open. Hij had het altijd koud. Ik weet nu dat het komt. Het was zo mooi. We hebben een keertje Michael, mijn zoon, ook even een paar weken laten werken. Nou, dat was niet helemaal wat voor hem. Maar hij had het altijd koud alleen in die keuken. En toen zei hij tegen Michael, kun jij nou niet even zeggen tegen je broer dat hij eindelijk een paar knaak in zijn zak haalt? Dat we verwarming hebben. Nou, moest ik verwarming aan het plafond hangen. Ik wist niet dat het bestond, joh. Maar nou heb ik lekker warm. Ja, nee, lekker man. Er staat er nog eentje, hè? Nog een verwarming. Nou, dan weet ik één ding. Sta je strand toe ook klaar dan? Godkaleren zeg je. Luister nou, dan lopen we natuurlijk even over het middenterrein. Ja, die gasten vind ik allemaal niks. Daar ga ik niet naar kijken. Dus ik kom natuurlijk weer 3 dames tegen. En wat blijkt nou? Kom ik eerst mijn oude werknemer tegen en dan kom ik Saskia tegen van Zorgwerk. Ook gewoon. Sas, kom nou even. Ja, hallo. Hey, hoeveel jaar was je nou bij ons klant? Heel lang klant ben ik. Ja, hè? En altijd tevreden. Altijd lekkere broodjes, hè? Fantastische broodjes, mini broodjes, helemaal geweldig, super deluxe. En het dacht ze dat ik nog eigen, dat wij nog, ja, ook even met mijn vrouw samen, want die zonder mijn vrouw ook dat ook niet kunnen doen. Dus met andere woorden,
we hadden natuurlijk de zaak verkocht. Dus eigenlijk weet niemand dat. Dus ze niet verder vertellen. Dus en we hebben er nog één. Kom even bij ons. Ja, hoi, hoi. Maar even zonder dolle. Dames, ja, bij het wielrennen. Ja. Zijn jullie vaker geweest? Ja, ja, ja. En wat vinden jullie het leukste onderdeel? De Dennis. Nou, ja, dat bedoel ik, ja, maar. Ja. Om 10 uur zo. Oh, ja, bandjes. Nee, nee, nee. Ja, we gaan gewoon door. Dus met andere woorden, we gaan om 10 uur gaan we op de brommetje zitten. En, ja, leuk. Ik heb helemaal nog geen bloemen verdiend hier, dus. Als ik jij? Ja, tuurlijk. Oh, hartstikke. Zonder mij gaan ze niet verstoord. Nee, dat dacht ik al. Dus met andere woorden, bloemen verdienen, kom ik ze hier brengen. Ja, ja, hartstikke. Okidoki. Deze man kan alles. Sinterklaas spelen, ploegleider, ja, en wat kunnen, ja, meer? Ja, een biertje drinken. En een biertje drinken. Zo laatste, hè? Hey, dit is ook echt een grappig van me. Ja. En ik zie hem altijd. Kijk, wij hebben een favoriet rondje op zondag. En dan gaan we fietsen, maar wij rijden altijd tegen de wind in. En wie komt er altijd met de wind mee terug? Ja, ik. Mark ook. Lekker man. Ja, precies. Hey, dit jaar? Ploegleider, ja, meer? Ploegleider het derde jaar bij de Volker Wessels. Volker Wessels? Ja. Top. Hoop nu. Is hij zo nog? Ja, altijd. Michael mis ik. Wereldventje. Mooi kereltje. Ja, toch. Om bij te hebben, ja. Doe hem even de groeten. Michael. Hij zit in Spanje nou. Oh, goedjes, hè. En we gaan je volgen, hè. Het nieuwe jaar. Kijk, Mikey, begrijpen ze, vergeet die niet, jongen. Hé, hey, maar lekker succes dit jaar, Ben. Hij staat aan, hij staat aan. Ik hem zeggen. Hij doet even met Spanje, wij gaan, wij gaan, wij gaan 200, fietsen. 200 meter knijten rijden. Wij, oh, wij moeten nu. Wij moeten nu de 200 meter rijden. We gaan voor 10-6, dat zou ik mooi vinden. Wereldventje, dadelijk in de Deni, zeg, hij zal hem lopen. Oh, oh, oh. Grote krachtige benauwslagen, Roger Lume, Gummibeer. Voor jou doen we alles in Duits vandaag. Ja. Als hij nog een keer klunker loopt, dan rent hij huilend het stadion uit. Hey, Brennan. Die nutsikkerster. Lang is het, hè? Oh, jongens. Peter hebben te pakken. Dus Peter gaat weer een liedje, maar weer een liedje zingen. Ik heb gewoon een festival. Zeekuste. Nee, Peter gaat. Wij klappen. Peter moet zingen. Ja? Dus we moeten even wachten op het volgende refrein. Kijk hem lachen, die schoes. Vindt hij leuk, hè? Peter, jij zingt 1, 2, 3 en dan ga jij, hè? Ja, wat zit je nou te kijken? Oh, doe je hem terugspoelen, kan dat? Met die oude telefoon van jou. In je Dutch, ja. Hij is de enige die nog een strijkijzer in zijn zak heeft. Kom, jongen, warm draaien voor Bremen, Peter. Ja, daar komt hij, hoor. Een Noordzeekuste. Ab naar de Deutschlandstrand. Fischen in Wasser. Ja? Und zitten an Land. Hey, maar Schroef, jij hebt in het Adinno-offensief gezeten, denk ik. In 4 weken zijn we in Bremen bij een 6 days.
Daar geht zijn ganze dag rond. Daar gaat hij elke dag zingen. Met op zijn brommer. Klaus. Klaus en Klaus. Jongen, jongen, jongen. Er is een plakketje op je hoofd en dat je dan die kamer op je hoofd. Nee, door die trillingen gaat dat niet. Ik heb het al. Nee, lul. Nee, maar gisteren. Nee, maar Pronk zei dat hij gisteren. Ja, godverdomme. Nee, maar luister. Gisteren hadden we hem zo staan. Ja. Maar dan. Maar dan zag ik alleen maar. Ja, nee, ging het fout, want dan was het beeld andersom. Ja. Maar dan moet je die camera toch draaien? Ja. Maar als je nou zo zit. Zo een kwatsch. Du drehst dan nu eens beeld, du kannst het beeld anders uitstellen. Toch goed? Hij zit nou ietsje boven mijn borst. Ja, dan op je tepels. Voelt wel lekker, zeg. Maar, jij kan echt niet één seconde naar lullen. Daarom komt er ook niks uit je van de aarde. Nou eens... Hij weet dat het ding op, maar dan over je nippel kijken. En dan zo, zo rijdt hij rond. Je bent echt niet goed, jij. Bron, kijk jij nou eens even dadelijk. Maar jij hebt de enige verstand van die technische shit. Moet je daar nou terug herhalen op de zee? Nee. Als ik hem zo een beetje omhoog zet. Als ik nou, dan ga ik zo zitten. Nee, zo niet. Ja, zo moet hij. Zo toch? Ja. Oké, hou hem zo. Toch? Ja, ik vind het. Maar gisteren was het natuurlijk weer helemaal kut. Maar je hebt nou niet omgekeerd. Nee, gewoon zo. Okay. Ja? Dan is het nu zwart beeld. Nee. Zo, dit is perfect, hè Peet? Top. En dan ietsje naar voren. Je moest het daar anders aanstellen, zo her, wenn du die dingen hier rond hebt. Ah! Dat is zo moe van die mannen, joh. Nee, serieus. De enige serieuze, dat is Smulders. Die zit alleen maar te concentreren dat hij kluge heb. Kom op. Die dank God op zijn blote knieën dat hij reserve is. Die kluge die doet het erom, hè. Die pakt balletje, gooit hij weer terug. Kijk. Ja. Ja. Laat hij haar balletje eruit. Nou jongens, hij staat goed, dus we kennen naar boven. Staat hij al aan? Staat hij goed? Shirt naar beneden, iets omhoog. Voor nummer 2. Zo is het goed. Ja, hè? Gewonnen. Ja joh, maak het uit. Hey. Wie is er gewonnen dan? Nee, is gewonnen. Je had ze gisteren beloofd. Ja. En ja. Ik ben tegenwoordig gewoon niet. Ik ben erbij, hè? Oh, ja. Ron heeft gewonnen. Maar hij mag ze geven. Ja. Toen won ik twee keer. Ja, super. Hoe vaak heb jij gewonnen? Eén keer. Nou, ze zijn weer tevreden. We gaan even een wijntje drinken. Zo, we maken er even een slotje aan. Want we hebben een drukke dag weer gehad. En ik moet eerlijk zeggen, het was een mooie dag. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond ook gewoon de Danny rijden ook geweldig. De eerste serie met die Lindsay, dat we die winnen, helemaal super. Je merkt dat iedereen toch een beetje naar de finale toe gaat. Dat ze toch ook een beetje nerveus worden en denken van, hey, die finale wil ik wel heel graag winnen. Dus dat is ook wel geinig. En het was weer heel druk. Superleuk. Dus, oké. Heb je nou je ketting gebroken? Ja, mijn ketting gebroken, Carlo. Hier, mijn zoon zijn schoonvader, kom ook eventjes kijken, oude pik. Goed dat je die even overheen Ik denk dat je er misschien wel een beetje van vast bij komt. Of ik bij jou natuurlijk, ja. Hè. Nee, maar in ieder geval, het was weer een plezier om het te doen. Ik merk wel dat ik een heel klein beetje vermoeid ben. Morgen niet fietsen en even een uurtje langer met mijn meisje op bed leggen. Met de hond natuurlijk, die is logisch, want die legt altijd in het midden. Hé, hey, Ronnie. Geen kans. Hebben we de toekomst al gezien? Af en toe. Kijk, die staan daar, hè. Die twee. Hey, daar staan die gastjes die gewonnen hebben. Onder 23, 17 en 16. Teringapen. Oh, dat wil ik even erbij pakken. Hey, kom eens even. Stelletje badgasten. Ja. Hey, daar staan die gastjes die even om 6 uur in de rond rijden. Hey, leuk man, stel je even voor. Oh, ik ben Jurie Schaper. Jurie Schaper? 17 jaar. Ja. En, ik heb samen met Julian van Gouw heb ik... Julian van Gouw. Oh ja, ja. Uit Amsterdam. Dat is lekker, ze rijden samen, weet je zijn naam niet eens. Nou, ook lekker man. Hey, nee, maar ik moet eerlijk zeggen, ik zei nog tegen Nick, die bondscoach, weet je wel, hoe heet die gozer het ook weer? Nick Stuppler. Jezus, Stuppler, ja, heb ik helemaal even mee gereden al. Ja. Hey, dus met andere, ik maak weer even een pluspuntje, mooi. Die geven nooit geen hand meer. Nee, maar echt waar, jullie rijden goed man. Nee, maar goede stijl. Ja, maar niet, niet één ding, jongens, niet te gers genoemd in die banen. En niet denken dat je er al bent, hè? Nee, zeker niet. Gewoon even voetjes op de grond houden en dat juichen gewoon normaal. Geen grappen maken. We zijn ook geen Iljo Keizer dingen, toestanden. Nee, leuk. Nee, ik heb wel genoten van jullie. Ja, er zat echt snelheid in. Ja, zeker. Nee, echt leuk. Nee, was goed. Nee, we gaan jullie wel vaker zien, want Nick was ook tevreden. Ja? Was het tevreden? Ja. Maar gelukkig. Zegt u dat niet dan, die lul? Ja, maar hij was een spreker. Hij heeft altijd verbeterpunten.
Nee, maar, ik vind Nick ook een rustige jongen, weet je. Ja, hij blijft wel jongen. Kritisch natuurlijk. Dus, we hebben alleen maar goede jongens in onze Nederlandse baan. Nee, maar schijnig man, dat is echt wel leuk. Want in de baan zijn zo weinig goede renners, weet je. Ja. En dan, als je blijft pushen, vinden die andere gasten ook niet gers. Nee. Want dan moeten ze ook snel blijven rijden. Het maakt geen reet uit of je 18 bent of 24 als je harder rijdt, ga je lekker mee. Ja. Begrijp je? Volgend jaar. Hey jongens, we nemen afscheid, want anders wordt het te lang. De ja? Nou, lekker naar je nest, want je bent nog. En geen PlayStation en een beetje. En gewoon achter die wijf aan, ja? Maar zo. Doei. Gute Nacht, Freunde. Ja? Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.